Goed. Eindelijk weer een beetje rust achter een hele drukke periode. Ik ben nu bijna een jaar in deze zaak en ik denk dat dat nu wel lichtjes gaat bijna kalmeren eindelijk terug. Eten. Lekker eten. Alleen mijn vorige zaak, restaurant Aki, dat was eigenlijk een volledig ander concept. Waar ik ook een ster had, die Michelinster, dat is natuurlijk een waardering voor de keuken dat je doet. Maar voor mij is die manier van werken eigenlijk een afgesloten hoofdstuk. Ik heb hier veel meer het gevoel dat ik thuis aan het kopen ben en dat ik mensen bij mij thuis ontvang. Dan daar had ik echt het gevoel van, ik ben die grote chef daar in de keuken, die weggestopt zit in de keuken. Ik had daar ook geen contact met de mensen. Hier heb ik zo visueel contact, doordat de keuken volledig in glas is en het midden van de zaak staat. Dus ja, dat is wel een heel groot verschil voor mij. Ik heb veel verschillende interesses, veel liefdes voor mooie dingen, zoals architectuur, kunst. Daardoor ben ik ook geïnteresseerd geraakt in de gastronomie eigenlijk, omdat alleen het plezier van een ding mooi op een bord te leggen en van iedere keer te zoeken naar een betere manier, om dat esthetische manier om dat op dat bord te leggen. Maar toen ik dit pand kocht, ik was verliefd op de architectuur van dat pand. Dat was eigenlijk een lege doos op dat moment. Ik heb er dan met een goede vriend die aannemer is iets moois van gemaakt, denk ik. Ik ga heel graag op reis en als ik op reis ga, breng ik heel graag ideeën terug mee naar huis. Bijvoorbeeld groenten benaderen en de manier waarop en de behandeling dat ze die geven. En om dat dan te adapteren naar groenten van bij ons en zo tot nieuwe technieken te komen eigenlijk, dat vind ik zeer interessant, zo'n ding. Mijn grote leermeester was Arnold Hambukers van Auberge de Herborist. Ik denk, moest ik niet bij hem, maar bij iemand anders terechtgekomen zijn, dat ik dat beroep niet ging volhouden hebben, want dat was eigenlijk wel een zeer zwaar beroep. Maar die mens was zo gedreven en zo met passie met zijn beroep bezig en die mens was ook zo interessant. Ik heb daar zoveel van geleerd, dat ik daar toch wel in gebleven ben.